Castricum, ja. Je weet wat ik voor Castricum denk. Heb me nooit gehoord. Waardeloze journalist. Een onbeleefde hufter. Ja, nu zegt iedereen, ja, hij is nu bekeerd. Hij schijnt nu aardig geworden te zijn. Maar in de tijd dat hij dus de hufterjournalistiek bedreef. Ik vond het ook volkomen terecht dat hij uit die ontmoetingsruimte van de Tweede Kamer opgeruimd werd. Ja. Nee, ik vond het een echte hufter. Het Verlossum, kunt u mij horen? Obama moest al zijn telefoontjes inleveren. Hè? Die mocht niet meer vrij bellen. Ja, en daar zijn de meningen toch over verdeeld. Het gaat nog eventjes over die sms'jes. Hè, jij zei eigenlijk stom in een glas water. Ja, ik was er niet zo van onder de indruk. Want ik begreep dat er wel degelijk een overigens, dat werd op dat de dag zelf niet aan gerefereerd. Maar er is een heel systeem waarbij dit wel allemaal vastgelegd moet worden. Ja. Ik vind, leg het dan zo vast, geef hem dan een particuliere... Nee, laat ik het anders formuleren. Als hij echt kwaad wil, hij heeft een verschrikkelijk plan. Hij is van plan om onzicht ambassadeur in Moldavië te maken. Noem maar wat op. Dan gaat hij daar natuurlijk niet over sms'en, dat begrijp je wel. Hè? Of WhatsApp of wat een of ander. Natuurlijk niet, hij gaat wandelen met degene die dat moet organiseren. En die gaat die wandelen op een winderige dag. En dan kun je, ja, dat is toch ook hoe spionnen werken en zo. En zolang je maar op die telefoon zit, ben je in feite ontzettend kwetsbaar. Vandaar dat Obama het ding in moest leveren. Hij mocht nog met 12 kennissen bellen, geloof ik. Dus nee, als je kwaad wil, dan is dat altijd mogelijk. Kijk, wij zitten hier te lullen en we zetten het op een bandje. Maar stel voor dat wij samen kwaad zijn. Wij hebben langzaam toch bedacht dat we iets verschrikkelijks gaan doen. Hè? Dan gaan we dat niet zeggen. Nee, dan gaan we natuurlijk een eindje wandelen. Ja. Als het waait. Maar is dat zo dat moeilijk af te luisteren. Obama mocht maar 12 mensen... Zoiets was het, ja. Dus hij mocht niet maar zijn vrienden van vroeger, die konden niemand bellen. Nee, het grootste deel mocht hij niet bellen. Oh, dat wist ik maar niet dat dan een regel was. Ja, hartstikke streng was dat. Want dat is hier niet zo. Rutte kan nog steeds met Jort Kelder bellen. Ja, dat is waar, maar goed... Als hij met Jort iets verschrikkelijks samen zou willen doen, ze willen iets gaan opblazen, zal ik maar zeggen, dan, of andere verschrikkelijke dingen, dan gaat hij dat natuurlijk niet sms'en aan Jort. Misschien spreekt hij hem wel regelmatig. Ja, dan gaan ze op Terschelling, gaan ze natuurlijk... Nou ja, precies. Nee, het idee dat je dat... Ik moet eventjes weer de ding aanzetten, dan gaat de auto weer. Oké. Dan zit ook weer die app. Heb je die app ook? Nee, die heb ik niet. Okay. Vandaar dat ik ben een, hoe moet je dat zeggen? Ik heb even een parkeerobsessie. Frans Halstraat, daar staat er nog in. Kijk, dat is mooi. Frans Halstraat, start parking, daar gaan we. Ja. Heb je al eens een bekeuring gekregen hier? Nee, nog nooit. Nou, terwijl jij rijdt wel, weet ik hoe vaak, door de straat. Ja, maar ik zet dat ding nu aan. Wat een eigenaardig beroep ook eigenlijk, hè? Als je in zo'n karretje zit. Ja, de apparatuur zit boven op het dak. Ja. Het gaat allemaal computer gestuurd. Dat ding leest automatisch nummerborden. Ja. En die worden automatisch verwerkt door een of ander computersysteem. En die signaleren wanneer ze dat nummer, laten we zeggen, 2 maal zien, neem ik aan. Met ja, dat is dus weer aangepast volgens mij. Je hebt dus nu, er rijdt 1 keer langs en dan heb je 5 minuten of zo. Het staat ergens, is dat uitgelegd. Ik weet het niet precies. Ah, ja, nou ja, dan moet je, ze kunnen ook registreren of ik mijn auto binnen het parkeergebied zet waarvoor ik een vergunning heb. Het is een soort van AI. Ja, ik zou graag de netto kosten van de handhaving willen weten. Nou, maar het levert natuurlijk wel, op zich is het wel slim, want ze rijden langs, het gaat veel sneller. Maakt dat soort van dingen mogelijk. En de pakkans is veel groter. Ja, ik heb ook een auto die leest borden langs de weg. Altijd de verkeerde, maar begrijpen de Japanners niet goed natuurlijk. Dus je rijdt dat langs zo'n benzinestation, dan staat altijd een bordje dat je natuurlijk eerst 70, dan 50. Dus dat leest hij ook allemaal terwijl je voorbij rijdt. Dus die rijdt lekker 100 op de grote weg en wat paf, dan zegt hij hoho. Je moet nou 70 rijden, maar dat is de inrit van de benzinestation. Ja. Ja, daar zie je de wondere wereld van de techniek. Die heeft ook zo zijn kleine tekortkoming. Ja. We hadden nog even over Jort en de minister-president. Overigens ben ik enorm voor een parkeerboetesysteem hier in de buurt. We hebben ooit een tijd beleefd natuurlijk dat je je vrij kon parkeren. Dat was dramatisch.
Toen was dat Tony's ziekenhuis hier nog om de hoek. Nou, als je hier wegreden, stonden er 6 auto's klaar om in dat vak te gaan staan. Dus nu aan de randen van de stad is dat zo. Maar gaan ze dat nu ook invoeren, parkeren. Zo is het eigenlijk. De parkeervlek heeft zich langzaam over de stad uitgespreid als een soort schimmelziekte. Want wat zij doen, zij zetten daar, die mensen van het ziekenhuis, die gaan nu waarschijnlijk naar de rand van de stad. Daar parkeren ze de auto en dan hebben ze een fiets staan en dan fietsen ze hier naar de binnenstad. Nee, ik denk dat de vestigingen van het Antonius ziekenhuis, die hebben een parkeerterrein, neem ik aan. Ja, precies. Maar er zijn ook genoeg kleinere bedrijven. Maar dit was de tijd dat het enorme ziekenhuis stond daar. Dat had helemaal geen parkeerterrein. Nee. Maar wat denk je dat je als je in de binnenstad woont, aan de Biltstraat, of dat je daar werkt? Dan heb je of een vergunning. Ja, precies. Mogelijkheid 1. Maar als je er alleen maar werkt, stel je woont ergens in een dorpje en je werkt hier in de stad, dan zet je hem ook aan de rand en dan ga je op de fiets of zo met het OV. Nou ja, zo was het vroeger hier in de straat. Ja. Dus die lui reden om half 8 vaak de straat in. En dan deden ze de achterklep open, dan haalden ze zo'n vouwfiets uit. En dan lieten ze de hele dag de auto hier staan. En s'avonds om 6 uur of 5 uur kwamen ze weer terug. Ja, ja, ja. Er waren nog een paar opmerkingen van mensen die zeiden, ja, het is toch wel belangrijk dat gedocumenteerd allemaal wordt van Rutte. Want, dat vind ik ook. Ja, oh, dat is precies. Maar daar vroeg ik naar, hoe zit dat eigenlijk precies? Ja. En ik reageerde op een van die tv-shows, waarin natuurlijk allerlei politici die ondersteboven vielen van de verontwaardiging dat hij dat gedaan had, zonder dat iemand de moeite nam om uit te leggen of er wel een systeem is. En zo ja, hoe dat systeem dan eigenlijk precies werkt. Maar dat blijkt dan wel degelijk te zijn. Dat is gekoppeld aan een archiefwetgeving. Precies. Maar daar blijf ik bij mijn theorie. Als Rutte echt kwaad wil, dan gaat hij dat niet zitten mms'en. Nee. Oh nee, sms'en is het. Sms'en, ja. MMS'en, dat zijn die vieze chocolaatjes, toch? Of niet? Ja, MMS is, dat is sms'en. Maar er was ook nog iemand die zei van, waarom gebruikt hij die Nokia terwijl die vele modernere apparatuur voor handen heeft? God mag het weten. Mijn broer heeft een Nokia. Ja. Die kost 46 euro, daar kun je prima mee bellen. Ja, oké, okay, maar hij is niet de minister-president, je kunt zeggen. Kennelijk heeft hij helemaal geen behoefte om met zijn telefoontoestel foto's te maken. Hij heeft een dienstauto. Voor de rest fietst hij, als ik het goed begrepen heb. Dus ja, hij ziet de telefoon niet als een entertainmentcentrale, zoals veel mensen tegenwoordig hun telefoon zien. De telefoon heeft al lang zijn oorspronkelijke functie verloren, namelijk dat je tante Truus moet bellen om te melden hoe laat je daar aankomt met de trein. Die telefoon is het centrum van je vermaaksuniversum geworden. Ja. Vandaar dat mensen er totaal verslaafd aan zijn, zoals je weet. En jij zegt, Rutte doet daar verstandig aan om daar niet aan mee te doen. Ja, althans. Net mijn broer zegt ook, ja. Mijn broer die Nokia die hij heeft, van 46 euro, die zet hij ook meestal uit. Die zet hij alleen aan als hij iemand wil bellen, want anders wordt hij gestoord. Ja. Dat is gewoon, mijn broer die gaat ouderwets met zijn telefoon om. Ja, je kunt er wel nog het spelletje Snake op spelen, hè? Waarschijnlijk, want Sam is vragen of er iets mee kan. Met dat slangetje. Maar dat heeft hij dan waarschijnlijk niet geprobeerd. Nee. Overigens heeft Rutte die telefoon niet meer, die Nokia. Die heeft hij nu weggedaan. Oh, heeft hem weggedaan. Ik was een vervent Nokia-gebruiker. Dat heb ik al eens 3 keer uitgelegd, geloof ik. Dat je dat ding maar 1 keer in de week hoefde op te laden. Dat is fantastisch. Ja. Dit ding moet ik elke dag opladen in principe. Ja, dat klopt. Hey, Willy Brort Verquer, heb je die ooit ontmoet, vragen mensen? Nee, die heb ik nooit ontmoet. En zijn stijl van journalistiek bedrijven, daar was ik geen liefhebber van. Maar ja, het is van de doden niets dan goeds. En ik begreep uit allerlei discussies dat hij enorm aardig en lief was voor zijn familie en zijn vrienden. Nou, dat is mooi. Maar ik vond het waardeloze journalistiek. Wat je voortdurend te zien kreeg, was die confrontatie met Bernard. Terwijl dat natuurlijk, ja, Dat is een soort van gedurfde actie, maar de journalistiek was het nul. Er kwam niks opgeleverd, nee. Nee, daar kwam niks uit. Bernard zei iets van donder op of zo. Wat te verwachten viel onder die omstandigheden. Maar waarom dat nou bewonderenswaardige journalistiek zou zijn, nou, dat is mij een raadsel. Maar het werd overal getoond en beschreven. Wow, dat was toch spraakmakend. Jongen, spraakmakend zonder dat het was journalistiek van nul. Ja, maar je kunt ook zeggen, het laat een keer zien hoe mensen, hoogwaardigheidsbekleders, acteren in zo'n situatie. Als ze even brutaal benaderd worden. Ja, daar heb je een beetje gelijk in. Vraag een interview aan. Ja, maar dat krijg je dan nooit. Nee, dat zou kunnen. Dan maak je bekend dat je het interview, dat je 3 keer hebt aangevraagd, maar dat je het niet hebt gekregen. Wat nog eens nader onderstreept, niet waar, hoe ontoegankelijk leden van het Koninklijk Huis zijn in Nederland. Hm. Met die hele poppenkast dat ze 1 keer per jaar voor de camera komen. Ja.
Maar jij kon ook niet genieten, zeg maar, of lachen om hoe Frequer dat deed? Nee. Ik vond ook in de tijd met die schedels dat hij terecht bij brandpunt eruit gedonderd was. Ja, dat vond hij zelf uiteraard niet. Daar was hij ook nog emotioneel over. Nee, dat begrijp ik, ja. Iets beter onderzoek. Ja, natuurlijk wel allemaal sensatiezucht. Ja, maar toch... Nee, het is een stijl van journalistiek waar ik helemaal nul mee heb. Nee, maar serieuze journalistiek... voet tussen de deur journalistiek. Hè? Confronterend. Allemaal volkomen nutteloos. Ja. Sven Kokkelman en ook Fons de Poel waren daar toch... Die denken daar toch anders over? Ja, die komen uit die club van Brandpunt. Ja. Dus die hadden oude nostalgische gevoelens. Die gun ik ze graag. Maar daar geef ik verder geen cent voor. Nee. Het is geen goede journalistiek. Daar komt het op neer. Het is wat Rutger Castricum later ook een keer deed, hè, met Ella Vogelaar, met de Vogelaarwijken. Castricum, ja. Je weet wat ik voor Castricum denk. Nee, heb ik nooit gehoord. Waardeloze journalist. Een onbeleefde hufter. Ja, nu zegt iedereen, ja, hij is nu bekeerd. Hij schijnt nu aardig geworden te zijn. Maar in de tijd dat hij dus de hufterjournalistiek bedreef. Ik vond het ook volkomen terecht dat hij uit die ontmoetingsruimte van de Tweede Kamer opgeruimd werd. Ja. Nee, ik vond het een echte hufter. Ze oefende toen, hè? Stond pal achter Vogelaar. Ja, al was zij ook niet heel gelukkig. Nee, dat... oké. Okay. Ik zeg dat expres. Ja. Stond pal achter Vogelaar. Ja. Maar ze oefende in Den Haag toen. Goede journalistiek is niet dat je gaat bellen en een grote mond opzet en je voet tussen de deur zet. Dat is geen journalistiek. Nee, dat vind jij sensatie zoeken. Ja. Ja, goed. Want je begrijpt dat het alleen gebeurt met een camera erbij, hè? Ja. Nee, dat doen ze niet als de camera niet is. Het is ook een soort van effectbejag. Ja, ook Tom Hofman is ook, zo heet hij toch? Die is ook niet heilig, hoor. Wie is dat ook alweer? Tom Hofman? Hofman, die hoe heet het, die zaak van de... Van die hoe heet dat vreselijke muziekprogramma onthuld heeft. Oh, The Voice. Ja. Tim Hofman, ja. Oh, sorry, Tim Hofman. Ja. Ja, die zag ik ook nog eens zo'n voet tussen de deur scène doen en... Ja, ook als die man een boef was die daarmee tergde, dan nog is dat heeft geen pas. Ja, dat was in Nijmegen, dat was een pandjesbaas. En die is toen... Ja, ongetwijfeld het onbeschrijfelijke schurk. Pak het anders aan. Niet met de voet tussen de deur. Hmm. Niet een soort geweldssituatie uitlokken. Niet doen. En hoe vind je dan dat Tim Hofman The Voice heeft aangepakt? Want daar heeft hij toch heel veel credits voor gekregen. Ja, volgens mij was dat keurig journalistiek onderzoekswerk. Ja, dat je met allerlei mensen gaat praten. Dat is journalistiek. Dat heet in het Engels nog legwork. Dat er langdurig gedetailleerd onderzoek wordt gedaan. Niet één persoon wordt geïnterviewd, maar meerdere. Dat je altijd een second opinion hebt. Dat altijd iemand het kan bevestigen. Journalistiek is ook gebonden aan fatsoenlijke regels. Tussen de hufterigheid, hè, Rutger Castricum tegen de minister van... heeft u er van deze week nog lekker geneukt? Dat is niet gepast. Ja, dat verzin ik niet, dat zulke dingen zei hij. Dat is niet leuk. Kijk, je lacht er toch om, maar het is niet leuk. Nee, omdat het natuurlijk... Dat is ook de reden dat ik niks met dat VI heb. Het is een wereld van hufters. Ja. Ja, van jonge mannen die niet deugen. Maar daar kijken heel veel mensen naar. Dat is sowieso al een reden voor diep wantrouwen, zoals je weet. Succes moet je altijd wantrouwen. Maar de slimste mensen hebben ook heel veel kijkers. Zonder meer. Ook daar moet je afvragen, kijken ze wel met de juiste motieven. Ja. Die ook trouwens heel vaak melden op Twitter dat het een ontzettend leuk programma is, maar nog veel leuker zou zijn als Van Rossum zo spoedig mogelijk zou opdonderen. Nee, dat is een vrij vaste thematiek op Twitter. Ja. Nou goed, je kunt je natuurlijk ook beredeneren dat die vaste talkshows, dat mensen daar wel een beetje op uitgekeken zijn. Met iedere keer dezelfde mensen en dezelfde verhalen. En dan komt een keer een ander programma, die pakken de anders aan en dat scoort. Ja, ik zou zeggen, schaf die talkshows af. Of zorg dat er maar één is of zo. Of twee misschien, maximaal. Ja. Het is natuurlijk als een soort schimmel woekert het over de zenders. Omdat talkshows natuurlijk zo simpel zijn. Het kost niks. Je koopt een tafel. Oh, nu bedenk ik er ineens bij. Zouden ze niet zo'n hele grote tafel als Poetin? Ja. Dan kun je pas een tafel, dan kun je in principe... Hoeveel mensen zou je daar omheen kunnen zetten? Ja, genoeg. Massa's. Want ze hebben nu al, omdat ze altijd veel te veel mensen uitnodigen... hebben ze zo'n tribune op de achtergrond... waar dan mensen dan twee zinnen mogen zeggen. Weet je wel? Ja. En op een gegeven moment... Dat is, ja. Als er een filmpje is, dan wordt er ook gewisseld, hè? Dan moet je opeens van plaats veranderen.
Ja, je moet voortdurend, man. Het is een stoelendans. Daar heb je geen idee van hoe ingewikkeld dat is. Die floormanager, die werkt zich uit de naad om dat een beetje bij te houden. Die heeft ook een heel schema met pijlen en stoeltjes en gele markeertjes en zo. Zo werkt dat. Ja. Ja, ik zou zeggen, jongens, stop daarmee. Nodig een beperkt aantal gasten uit. Ga dus niet 5, 6 thema's behandelen. Behandel er 2. Zorg dat dat behoorlijk voorbereid is. Dat het inhoudelijk interessant is. Zorg dat je een maatschappelijk relevante discussie houdt. Dat gelul over die versjes die ze de her en der zingen. Dat kan altijd ergens anders wel gedaan worden. Daar wordt ruim voldoende aandacht aan besteed. Maar dat heeft geen plaats in een talkshow. Ik zit te denken aan Baarne van Dorp vroeger en Pauw Witteman. Hadden die minder mensen? Ik vond Pauw Witteman als generaliserend. En wie weet dat nostalgie een zekere rol speelt. Vond ik Pauw Witteman verreweg de beste talkshow van de afgelopen kwart eeuw. Ja. Van Baarne en van Dorp was ik niet zo onder de indruk. Hoe kwam dat? Geen idee. Dat ging ook altijd de minuut van Ruud, herinner ik mij daarvan. Dat was van een diepe, diepe treurigheid, de minuut van Ruud. Jongen. Wat was dat dan met Ruud Lubbers? Nee, die Ruud, dat was iemand die in zo'n huis iets had gewonnen. In Big Brother? Ja, die was het, geloof ik. Had hij daar een rubriekje? De minuut van Ruud. Oh, oké. Okay. Ik geloof dat ze dan in zei, tuut, tuut, tuut. Ja. En dan kwam de minuut van Ruud. Dan ben je al toch op een niveau, waar zou je op een kleuterschool al verschamen, toch? Ik kan me wel nog herinneren dat André van Duin, die had ook met Ruud Lubbers zo'n liedje, waar dat ook in zat. Ah, je kunt heel veel slechts van André van Duin zeggen, maar veel dingen die hij deed waren verrekt geestig. Ja. En zonder hufterigheid. Ja, en nog steeds heel populair, hè? Ja. Met die programma's die hij maakt, ja. En Baarne van Dorp hadden Jan Mulder altijd aan tafel zitten ook. Als een soort Over Mulder had ik altijd gemengde gedachten. En hoe kwam dat? Nou, dat weet ik niet. Voorspelbaarheid, denk ik, deels. Ja. Het dreef wel heel erg op emotie. Maar hij zei soms ook hele verstandige dingen. Ja. Nog eventjes een ander dingetje. Hoort nog een beetje bij het Amerika-verhaal. Er was een plan om George Bush Jr. te vermoorden. Er waren Irakezen die wilden wraak nemen op de oorlog die is begonnen in Irak. En dat is verijdeld, die aanslag. Dus recent is dat allemaal naar buiten gekomen. En wanneer speelde dat dan? Nou, dat is dus iets van de laatste maanden. Dat is nu deze week. Ja, is dat. Maar hij is ex-president. Hij wordt nog steeds bewaakt. Dus ik neem aan dat hij toch relatief veilig was. Ja, je zou denken, hij is geen president meer, dus geen gevaar. Dus dat hoeft niet meer. Nee, dat zegt niet zoveel. Kijk, omdat natuurlijk ook sowieso het vermoorden of beschadigen of beschieten van mensen die bekend zijn. Ja, dat is een brede hobby geworden natuurlijk in de wereld. Want daarmee trek je zelf ook aandacht. Al is dat bekende verhaal uit de klassieke oudheid. Hoe heet die pief ook alweer, die tempel van Efeze, geloof ik, in de fik steekt. En dan zei hij ook, ja, waarom heb ik hem in de fik gestoken? Omdat ik zelf beroemd wil worden. En hij is zo beroemd geworden dat ik nu dit verhaal vertel. Maar net niet beroemd genoeg dat ik vergeten ben hoe die heette. Ja. Dus in die zin heeft maar goed dat hij heeft zichzelf een rol in de geschiedenis toebedeeld. Alleen maar om zichzelf een rol in de geschiedenis toe te bedelen. Maar je ziet dus dat toch bij heel veel mensen speelt, hè, die oorlog in Irak daar in het Midden-Oosten. Nu nog steeds. Ja, daar kan ik mij wel levend voorstellen. Ja, weet je, dan wat iedereen zou moeten lezen, dat is pas ironisch, is natuurlijk de toespraak die Poetin ooit gehouden heeft op die veiligheidsconferentie in München in 2007, waar die Amerika de mantel uitveegt en zegt van ja, iedereen moet zich behoorlijk gedragen in de wereld. Rules-based world. Hè? En jullie doen maar raak. Jullie trekken je nergens een reet van aan. Je gedraagt je niet naar het charter van de Verenigde Naties. Je negeert de wil van de Veiligheidsraad. Gaan ze maar door. Hè? Deze unipolaire dwang, dat is schandelijk. Dat je denkt, zo. Die tekst is kennelijk zoek geraakt sinds 2007. Want dan vertelt hij nauwkeurig alles wat hij nu gedaan heeft in allerlei opzichten. Ja. Dat is gek. Dat is heel vaak zo. Ze weten best dat ze boefachtige dingen doen. Maar wat voor reden dan ook. Bij hem zal zeker een rol spelen. Amerika mag wel Irak aanvallen. En ik mag niks. Dat is een beetje. Je voelt dat. Je proeft ook in die toespraak al zijn ressentiment. Hè? We worden wel heel. Wij zijn ook belangrijk. Wij zijn ook machtig. Ja. Hè? Jullie hebben ons op een hele lullige manier bedrogen.
Zo is het. Toen we op de grond lagen, hebben jullie ons nog een trap nagegeven. Lees jij in de kwaliteitskranten nog iets over de toestand nu in Afghanistan? Nee. Afghanistan is uit het nieuws geraakt. Behalve dat ik al die beloftes van de Taliban, dat ze nu de vrouwen iets beter zouden gaan behandelen, die blijken allemaal al helemaal geen enkele waarde te hebben gehad. Want stap voor stap mogen de meisjes weer niet naar school en ze moeten met die lappoboel om, moeten ze naar buiten, ze mogen niet meer naar buiten. En, nou ja, kortom, voor vrouwen in Afghanistan is natuurlijk maar één oplossing, dat ze vertrekken uit Afghanistan. Maar ja, dat is makkelijk gezegd. Hè? Ja. En moeilijk gedaan. Boetes ook voor mannen, hè, die hun vrouw zonder die... Ja, ja, god, het is... Dan moet je natuurlijk uiteindelijk afvragen waarom de Taliban zo makkelijk gewonnen heeft. Hè, tegen een zeer modern uitgerust en goed getraind leger, wat niet zwaar bleek te zijn toen het puntje bij paaltje kwam. Ja. Wat in Irak in feite, natuurlijk, wanneer was dat? Ook het geval was toen ISIS daar... In feite in een paar weken heel Noord-Irak en een heel Oost-Syrië veroverde. Allemaal met dezelfde oorzaak, namelijk dat zij wel konden vechten of wilden vechten. En de tegenstanders liever niet. Mm-hmm. Ja. Er zijn ook deskundigen, we hebben het eerder wel een keer kort over gehad, die zeggen ja, in Afghanistan, doordat alle aandacht nu naar Oekraïne gaat, ontstaat weer een nieuwe haat tegen het Westen. Ongetwijfeld. Alle haat tegen het Westen. In allerlei opzichten begrijpelijk daar. Dat is niet mooi wat het Westen in Afghanistan heeft aangericht. Dat had in principe anders en beter gekund. En de Amerikanen hadden, toen natuurlijk bleek dat Bin Laden die boel daar in Afghanistan georganiseerd had. Toen hadden ze natuurlijk twee opties in feite, namelijk zo snel mogelijk dat probleem elimineren uit Afghanistan. Maar ja, dat is tenslotte gelukt. Trouwens, Osama Bin Laden is gevlucht en... Omdat de Amerikanen zo traag waren, is hij vervolgens jarenlang zoek geraakt tot hij in Abbottabad werd gevonden. En toen zei al een heel verstandig iemand, ik ben nou vergeten wie, laten we er maar Colin Powell maar van maken, maar ik weet dat niet helemaal zeker. Die zei, kijk, we kunnen nu besluiten weer uit Afghanistan te vertrekken. Het praktische probleem wat aanleiding is voor onze aanwezigheid hier is nu opgelost. Of we kunnen besluiten om van Afghanistan een tweede Denemarken te maken. Iets met iets meer bergen en zo. En nog wat iets meer droogte dan Denemarken. Maar oké, dat kan. Maar dan moeten we er nu 500.000 mensen naartoe sturen. En die moeten ook langdurig blijven om die samenleving in feite op dat niveau te brengen. Waarbij je natuurlijk al heel snel met je ogen gaat draaien en denkt dat is niet zo. Dus ze hebben altijd net precies te weinig gedaan om iets fundamenteel te veranderen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En vervolgens zijn ze veel te lang gebleven, omdat als je er eenmaal bent en jij besluit te vertrekken, dan ben jij altijd de schuldige. Hè? Dat is Biden natuurlijk ook overkomen. Een onbeleefde hufter. Hitler zelf heeft zich van het leven beroofd, waarmee ook alle conservatieve en elitaire krachten in Duitsland in feite tegelijkertijd van het toneel gevaagd worden. Maarten van Rossum over Hitler. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.